En dan nu... Hallo kijkers. Nijmegen heeft een paar jaar geleden voor veel geld een gebakken lucht logo laten maken. Voor de aardigheid heb ik het hier een beetje gekleurd. Maar haal daar eens alle cultuur uit en kijk dan wat er van overblijft. Binnenkort worden we uitgenodigd om mee te praten over de cultuurvisie van dit college. We hebben in Nijmegen een wethouder van cultuur en een wethouder van cultuurhistorie. Dat hebben ze voor de andere afdelingen niet. De afdeling economie heeft geen wethouder economie-historie. De afdeling financiën geen afdeling geldhistorie. Nee, die willen graag niet meer weten wat ze verkeerd gedaan hebben. Bij cultuur zijn er dus twee wethouders. En die zijn er niet in geslaagd samen met hun ambtenaren van de niet bestaande afdeling cultuur een visie op papier te krijgen. Wat hebben ze wel bedacht? Een startnotitie waarin ze aankondigen dat wij over de cultuurvisie mogen gaan meepraten en uit onze reacties stellen zij dan eindelijk een visie samen. Die hebben zich een partij in het zweet gewerkt, denk ik dan. Worden goed betaald om een jaar lang aan een visie te werken en er komt niks uit. Ooit hebben we nog eens op ze gestemd en ze zitten daar omdat ze vinden dat ze er verstand van hebben. Verzin dan geen meespreeksessies om vervolgens te roepen dat er toch geen geld voor is. Deze cultuurwethouders geven liever geld uit aan adviseurs dan aan cultuur. Dus, ik word cultuuradviseur. Huur mij in, ik heb nog wel wat leuke ideeën voor de toekomst. Ik wel. Mooi grijs, hè? Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Universeel Adviesbureau W2 HAB. Voor gevraagd en ongevraagd advies, vraag vrijblijvend een offerte aan.